Welkom bij deze video over Active Drive Assist, die gebruik maakt van camera- en radartechnologie om de veiligheid te verbeteren en de vermoeidheid van de bestuurder te verminderen. Om te controleren of uw truck over Active Drive Assist beschikt, gaat u naar uw secundaire scherm en drukt op instellingen en vervolgens op schakelaars. U ziet dan een knop met handen en een stuurwiel. De rode balk geeft aan of deze geactiveerd is. U kunt ook de fysieke knop onder het scherm gebruiken. Vervolgens weer naar schakelaars en u komt in hetzelfde menu. Een instelling van de ADA die je misschien zou willen veranderen is je positie op de weg. Standaard plaatst deze je in het midden van de rijstrook. Maar je kunt het veranderen door de truck naar links of naar rechts te verplaatsen. U kunt dat doen door naar links of rechts te vegen om de vrachtwagen in de rijstrook te verplaatsen. Bijvoorbeeld wanneer u langs wegwerkzaamheden rijdt. We zijn nu aan het rijden en ik weet dat de ADA geactiveerd is omdat ik een blauw stuurwiel met handen voor mij zie. En die behoudt nu de juiste positie op de rijbaan voor mij en de automatische afstandsregeling behoudt een veilige afstand. Het samenwerken van deze systemen helpen om de vermoeidheid van de bestuurder te verminderen. De rijstrookdiscipline wordt actief uitgevoerd door de besturing van het voertuig zelf. En dat zal ik u laten zien door mijn handen van het stuurwiel te halen. U ziet dan het stuurwiel draaien. U moet weten dat de ADA de chauffeur assisteert en dat u ten alle tijde beide handen aan het stuur moet hebben. Indien het systeem detecteert dat u dit niet doet, zullen er visuele en akoestische waarschuwingen gegeven worden en uiteindelijk zal het systeem gedeactiveerd worden. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.